Hey, hallo, Alex hier. En wat moeilijk is, hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Ik heb het in de eerste les, heb ik het over, nou niet de eerste les, maar de eerste les waar ik over pentatonic heb gesproken. Heb ik verteld wat pentatonic voor staat, dat over vijf noten, scale, toonladder is. En heb ik geredeneerd vanuit de A. En dat klonk dan zo. Dat is de A pentatonic. Het leuke is, ik vind dat in het Engels heb je een hele mooie term, movable scale. Het leuke van een gitaar is dat je hem door je hand te verplaatsen, naar voren of naar achteren, je de grondnoot, zeg maar de toon waarin het stuk staat, zeg maar, kunt verplaatsen. Wat bedoel ik daarbij? Als je een 1-4-5 schema hebt, en ik heb nu geredeneerd vanuit een A, dan kun je dit verplaatsen naar een G. Hier op je derde fret op je E-laag zie je de G-noot. Hetzelfde patroon wat je voor de scale, de pentatonic scale hebt gespeeld, toonladder, kun je als iemand zegt we spelen in 1-4-5, maar dan vanuit G, zoals ik heb gedaan uit A, dan verplaats je je hand naar de G en dan gebruik je exact dezelfde structuur. Movable, scale, shape, hoe je het wilt noemen. En dat ziet er eigenlijk als volgt uit. Nu speel ik een G pentatonic. En dat is een G pentatonic. En als iemand dus zegt 1, 4, 5 vanuit G, speel je deze ladder. Maar omdat de vorm dus exact gelijk blijft, kun je hem dus echt overal naartoe plaatsen waar jij wilt. Als jij zegt, ik wil hem verplaatsen naar F, begin je hier. De eerste fret op je E-laag is de F-noot. Zelfde vorm weer, dezelfde beweging die je ziet, zeg maar, bij de A waar we het hebben gedaan, bij de G waar we het hebben gedaan en bij de F waar we het hebben gedaan. Dus als iemand zegt, je speelt in F en het is een schema 1, 4, 5, dus redeneer ik vanuit F, dan is de 1 is de F, de bes is de 4 en de C is dan de 5. Dan kun je weer deze structuur spelen. Oh, sorry. Eigenlijk exact hetzelfde. En dat is het hele leuke aan een gitaar. Je kunt je hand heen en weer bewegen over de hals. Je kunt hem movable, de movable shapes, en verplaatsen waar jij wilt. En of je nou vanuit C doet, of je doet het vanuit deze E, of het maakt niet uit. Als het een 1, 4, 5 is, je pakt de 1, die zoek je uit op je E-laag. Stel dat het een bes is. Hier zit een bes en het is een bes van een 1, 4, 5. Dan kun je gewoon weer hier dezelfde pentatonic scale, maar dan in bes spelen. Hey, heel veel plezier en succes. Ik zie je snel weer. Groetjes.